Hi allemaal, ik ben Jelena en het is weer tijd voor een gloednieuwe aflevering van Q-Time. En het is nu groot, de grote vakantie, het is superheet en met deze hitte kunnen we echt wel iets verfrissends gebruiken. En vandaag zit ik met Harvey Beynar en hij is de owner van Parbo City Pops. What we is a little cute time. Hi Harvey. Goedemorgen. moet ik meneer Beynar zeggen? Ah, Harvey is goed. <laughs> Hoe gaat het met je? Goed. Het. Je bent de owner van Parbo City Pops. Klopt, ja. Wat zijn Parbo City Pops? Parbo City Pops zijn uh, Surinaamse fruitijsjes uh, van verschillende smaken. En uh, dessertpops doen we ook. Uh, Mopé, marcousa, kokos, awara, uh, shuru. I mean, you name it. Uh, and you make it. Zuiver. <laughs> en ik zei in het begin al, met deze hitte in de grote vakantie... kunnen we echt wel iets verfrissends gebruiken. En jij hebt dat dus. En aan het begin zei je... Surinaamse fruitpops. Klopt, ja. Dus alleen maar Surinaamse fruit gebruik je Vo Voornamelijk wel, kijk natuurlijk, je gebruikt af en toe, omdat je, je kan uh, leuk experimenteren, leuke dingen doen, leuke mm. combinaties maken. Dus soms gebruik je aardbei en aardbei heeft ook een lekkere frisse, smaak. Fris, frisse smaak. Dus yeah. en dan je kan er leuke combinaties mee maken. Dus uh, ja. Van Waar het idee om, om deze fruitwaps te maken? Want uh, ik ben bijvoorbeeld um, opgegroeid met uh, ijsjes de eisjes van buurvrouw die ze verkoopt, of de Fernandez Pop of yeah. popsicles, popsicles, quote-unquote. En jij bent gewoon, um, jij hebt gezegd van nee, ik ga het anders doen. We gaan popsicles maken van echt Surinaams fruit. Uh, ik denk als je, als, je, als je iets doet, moet je altijd zorgen dat je onderscheidt. Definitief. Uh, ik hou voor kwaliteit. Uh, ik hou voor eis. Mm -hmm. uh, en het was. Uh, het is eigenlijk niet zo'n moeilijke keuze om dat, uh, om dat te maken. En uh, dat betekent van, oké, okay, uh, je kan een waterijs of je kan essences of uh, waar is het van? Nee, gewoon puur, puur fruit, uh, fruit pulp gebruiken en dat gewoon mixen. Je moet, je moet het fruit wel proeven in het ijsje. Ja. Dat vinden we wel belangrijk, ja. Dat is definitely belangrijk. <coughs> en um, hoe lang bestaat het dan dus eigenlijk, van waar het idee? Een dagje zat je thuis nee. en zei je van, eh nee, ik, nee. Ik, uh, ik, ik, wil, ik, wil, ik wil mijn eigen eetjes met echt fruit. Ik wil de texture proeven, ja. dus ik ga het maken. Of kon je het al en je zei van oké, okay, we gaan nee, het verkopen? Nee, we hebben het. Uh, we kijken in 2014 is het idee gekomen. En dan ga je erover nadenken, nadenken, praten dat je liggen. En uiteindelijk in 2016 een kogel door de kerk. Van hé, hey, laten, we, laten we dit doen. En natuurlijk, je lees je, lees je in, je kijkt naar uh, verschillende YouTube, Google. Weet je, bestudeert het en dan, zeg je van, hey, dan ga je aan de slag. Weet je, ik hou sowieso van kokrelen. Dus ik vind dat wel leuk, wel, wel leuk om, het, uh, om hiermee bezig te zijn. En van het ene naar het ander gekomen. En uh, ja, het is, uh, zijn, zijn, zijn lekkere eisjes. Uh. Ik, ik heb al geproefd en ze zijn echt ja. lekker. Ze zijn super verfrissende eisjes. Vaak zijn ze super zoet als je een eisje koopt, maar deze heeft echt de, de verfrissende aftertaste. Ja, klopt. Kijk, te veel suiker, te veel suiker dan betekent dat, dat je een fles water achterover moet drukken. Mm -hmm. Weet je, en uh, ik heb zoiets ik heb van: ja, je moet gewoon niet te veel suiker. Want je moet ook gewoon echt ook de, het fruit proeven. Als je te veel suiker zet, dan nee. over is de suiker. Nee. En dan heb je gewoon een hele andere beleving weer erin. Ja, yeah. en natuurlijk als je echt vruchtenpulp gebruikt, vruchten hebben al hun natural sugar, right? Klopt. Dus uh, het is ook nog dan last van dat het verfrissend is. Als ik kan begrijpen is het ook nog, draagt het ook bij naar een healthy lifestyle als je deze kiest in plaats van Klopt. de artificially sweetened. Uh, Klopt, en sommige zijn zelfs zo zodat dat je niet eens suiker aan toe, aan toe hoeft te voegen, dus... Uh, we hebben ook uh, zeg maar naast uh, de, de de suiker, de suiker uh, de ijs, de ijs met suiker, mm -hmm. hebben ook suikervrije popsicles. Oh, ook, dus ja. dat is een keuze. Ja. Oké, okay. dus jullie zijn in 2016 gestart. De, de, de Parbo City Pops komen op de markt. En hoe is het dan ontvangen? Want ik ken ze ongeveer nu al twee jaar, maar ze zijn dus eigenlijk al een tijdje op de markt. Wordt het niet overal geleverd? Nee. Of was het op, op bestelling alleen? Um, in de eerste instantie was het op bestelling, uh, sommige resellers, maar gewoon heel klein. Omdat uh, wanneer je pas begint uh, moet, je, moet je nog veel leren. Uh, dus we hebben dat uh, toegekozen om het gewoon rustig uh, te, op te, bouwen. Te, op te bouwen. En gewoon leren en leren. Dan gaan we leren natuurlijk meer en meer. Um, en dat is goed ontvangen. De eerste keer dat wij uh, het hebben getest, uh, hebben we dat gedaan op de United Beurs mm -hmm. in 2017, als ik het goed heb. Uh, en dat was heel goed ontvangen door het publiek daar zo drie dagen lang. Dus dat, uh, dat was een uh, goede indicator om van hé. Hey, je moet doorgaan. Ja. Alright, en die zou in 2023. Um, als je natuurlijk fruit gebruikt, is dat natuurlijk ook iets moeilijker, want je moet je fruit zeg maar, of, nou, misschien kan jij me vertellen hoe gaat dit proces dan? Van start, want... koop je dan fruit op? Je moet de voorraad uh, op nahouden. Ja, je koopt bepaalde, je koopt ja. fruit op, ja, klopt. Mm -hmm. Je koopt fruit op en dan verwerken we het tot, uh, tot pulp. Bijvoorbeeld uh, aardapp die kopen we op, wordt weggebracht, het uh, wordt uh, voor ons bewerkt, zo, dus gaat in de matta en mm -hmm. dan uh, wordt de zaad van, uh, van het pulp van het uh, fruit, uh, pulp, uh, gescheiden. Uh, en dan gaat het gewoon uh, thuis wordt het gewoon, uh, verder verwerkt. Mm -hmm. ja. En um, <coughs> fruit, ja, het moet het is de seizoen, alles gaat seasonly. Ja. Hoe bewaar je dan de kwaliteit van, van, van je eis? Want, want uh, je bent niet gegarandeerd op ieder jaar of ieder, om de zoveel tijd dezelfde kwaliteit. Hoe, hoe meteen Parbo City Pops hun kwaliteit? Um, een deel daarvan is natuurlijk frisje in. Mm -hmm. um, kijk, bijvoorbeeld Awara is, 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 is een korte kwaliteit. Uh, maar het meeste is en is ook de slogan van always oh, a different treat is dat we uh, voornamelijk seizoen, uh, ook seizoen, uh, zeg ik weer, um, seizoengebonden uh, mm -hmm. uh, pops hebben we namelijk. Dus mm -hmm. en, en, in principe je zal een aantal standaard smaken bij ons altijd wel vaak zien, maar we hebben ook heel veel uh, andere, andere smaken die seizoengebonden zijn. Zoals Pommerak dat is heel, is heel kort, mm -hmm. dus je moet daar, met pomerak moet je heel snel zijn. Uh, dan heb je gewoon Pomerac maar, maar, een, maar, een, maar, een, maar een korte periode. All right. Welke smaken zijn nu dan um, available? Welke hebben, hebben die extra res'l deze grote vakantie? Kokos uh, is altijd degene geweest die er de bovenuit stijgt. Mm. Uh, de andere die zijn uh, de Dragon Passion, Dragon Mellon, Marcusa sowieso. Uh, Awara ook, uh, de chocolade ook, maar als je uiteindelijk kijkt, uh, verkoopt, uh, verkoopt bijna alles uh, verkoopt, uh, goed. En we hebben natuurlijk, we het eerder over, hebben, we hebben natuurlijk onze uh, dessert popsicles, mm -hmm. hebben ook, uh, Dat is bijvoorbeeld Awara bonbon, dat is een uh, mooie combinatie met uh, Awara en uh, chocolade. Oh, ben uh, waar kan ik die halen? Die moet ik weer maken, okay. die dus ga altijd bij ja. ons halen. Dat dus. maakt me bij nou blij met de dode mus. We hebben <laughs> Choco Madness White, we doen Choco Oreo, uh, met koekjes, je kan het echt je kan het zo gek maken als je wilt. Maar het is, uh, het is, wel, uh, het is, wel, is wel leuk om dat, om dat te doen. Ja. En natuurlijk, we hebben dat andere te doen, uh, dat is los van het, uh, het helder gedeelte, is dat we boosie popsicles maken. en zijn oh. alcohol popsicles. Oh nice. Ja. Oké, okay. Ja, hebt verteld. Wanneer het is gestart. En je bent daar lekker bezig. De smaak worden goed ontvangen. Je hebt op gezette zelfs wat uh, exclusieve smaken. Als mensen iets, als ik goed naar je heb gelezen, als mensen een aparte smaak willen, kunnen ze ook gewoon met jullie checken. En dan kan dat gewoon uh, gemaakt worden. Ja. Maar waar halen we deze Parbo City Pops dan? Waar zijn ze te verkrijgen? Hoe gaat het er weg? Op dit ogenblik bij Rossyon de Go mm -hmm. uh, in Noord. Mm -hmm. uh, voor mij, ik ben even de naam kwijt, maar Um, in dezelfde verlengde van Wilhelminastra. De, van de, van de 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 Rassignol to go? Ja, to go. Okay, ja. Ja, mm -hmm. En Rassignol to go op Quarta. Nice. Op die uh -huh. twee, lo twee locaties. En natuurlijk, je kan altijd bestellen via onze uh, uh, webshop online. Als je ons uh, intikt op uh, Parlo City Pops. Mm -hmm. Dan zou uh, je of onze Facebook page of onze Kite uh, webshop uh, vinden. En dan zie je alle smaken die beschikbaar zijn. Ja, zij, en... verdiend, klopt. Is er een, mi een minimaal aantal dat je moet afnemen als ik wil bestellen? Binnen Paramaribo is het een minimum van 10. En mm. natuurlijk zijn er ook bezorgkosten bij voor Het Natuurlijk. Ah, ja. yeah. It's, it's hard knock life for us. Nee, maar we ja. werken. We gaan door, weet je. Ja, klopt. En hoeveel kosten ze? Uh, op dit ogenblik zijn ik zal zeggen, bij 95% is uh, 35 SD per stuk. Per pak. Ja. All right. Behalve de dessertpops, die zijn een stukje duurder. Dus uh, je mag beginnen bij de gewone. zijn ook lekker. Ja, ja, ja. Dus daarover gaan we straks praten, na dit gesprek. Oké, okay. um, als ik dan zeg, het minimum aantal is 10. Maar stel, ik ben thuis met mijn neefjes en nichtjes en iedereen wil wat, kan ik vijf verschillende smaken, twee elk ja. elke van bestellen? Dat kan gewoon? Ja. ja, de klant bepaalt gewoon welke smaken ze willen. En als ik het nu wil, ik ga nu op de website, kan ik het over een half uur ophalen? Uh, afhankelijk. Is dat is het meestal wel, maar afhankelijk. Mm -hmm. Maar meestal is het gewoon ook op afspraak. Weet je, als mensen zeggen van oké, okay, dan en dan, dan krijg je de bestelling binnen, je neemt contact met de klant op en dan kijk je van wanneer de klant het, uh, klant het wilt. Mm -hmm. waar ze het wil, of het bezorgd moet worden, of ja of nee. Dus uh, we zijn redelijk flexibel daarin. Oh, well, that's very nice. Nou, Harvey, je hebt me alles verteld. Het klinkt dat jij uh, lekker bezig bent en uh, goed inspeelt. En ook een niche heb gevonden om vooral lokaal fruit te gebruiken en daarvan een goed product te maken. And yeah. That's very good. Thank you. <laughs> en ik ben blij dat je vandaag hier bent langs te komen om te vertellen over de Parbo City Pops. Yes, thank you. En dank je voor de uitnodiging. Graag gedaan. Nou, kijkers, vandaag hadden we Harvey Beenaar van Parbo City Pops. Hij maakt overheerlijke ijspops gemaakt met. Echt natuurlijk Surinaams fruit. Als jij je voor jezelf bepaalt dat je iets extra wil of een combinatie, is Harvey de guy. Want met hem kan je ook zitten om samen jouw eigen unieke ijspop te bedenken. Jullie kunnen ze vinden op Facebook onder de naam Parbo City Pops. En ze hebben ook een webshop als je direct wil bestellen. En hij heeft me gezegd, binnen een half uur kan je jouw ijsjes al komen ophalen. Dus ga gewoon direct naar de website, bestel jouw eetjes van echt Surinaams fruit gemaakt. En ga genieten deze grote vakantie. Harvey nogmaals bedankt voor het komen. Dankjewel. En jullie thuis <laughs> voor het kijken. En remember: your time plus my time is cute time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.